Buiten... Ja, wat ik jou vanochtend vertelde, niet te geloven... dat de Hummer, als je in een Hummer rijdt, dat vind ik al asociaal. Dat kan qua milieu, kan dat helemaal niet. Maar Wesley, die rijdt in een Hummer. Hij zal ongetwijfeld op een kussentje zitten. Want anders kan hij niet boven het raam kijken. Maar die staat dan midden in het centrum van Utrecht... waar geen auto mag komen met bodyguards eromheen. En Wesley en Jolante die zijn bij een winkel aan het winkelen... met bodyguards bij de deur. Dan mag ook geen andere in. En als ik dan middenstander zou zijn, dan zou ik zeggen van... hey, doe eens even normaal en zet die auto hier weg. Want er mag niemand in de binnenstad nog niet voor laden en lossen. Dus jij ook niet. En geen bodyguards bij de deur. Dat Jolante toch wel een beetje opzet. Ja, Jolante schijnt die goldcard van Wesley gehad te hebben. En toen hebben ze de hele winkel gesloten. Ik zit te denken, jij zegt, hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Er zit helemaal geen stoel in die auto. Oh, wow. Maar het probleem is opgelost, want dat is het belangrijkste. Dat was de kern van het verhaal eigenlijk. Oh, oh. Maar even, los van alle grappen en grollen... maar is dit toch niet de spul waar het straks in Afrika toch een beetje om moet gaan draaien? Wesley Sneijder, ja, absoluut. Ja. Maar als voetballer respecteren we hem ook zeer, John. Ja. En wij hopen nu maar van ganse harte dat Jolante hem wat nachtrust gunt... dat hij een beetje uitgerust naar de WK kan. Ja, hij kan het niet zo waarderen, heb ik begrepen. Dit soort teksten, dat jij dat dat vind ik niet zo relevant, wat Wesley kan waarderen. Nee, dat je hebt geroepen dat hij zijn lul achterna loopt enzovoort. Het wordt trouwens wekelijks uitgemeten, ook in FC Knudden, zag ik. Die ik heb gezegd van, ik was bang, en hij ontkent het... dat hij een prooi was geworden van een klein staffukkertje. Ja, maar jij zegt dat het nog steeds zo is, of niet? Nou nee, hij ontkent het. Hij zegt dat het een heel onervaren groen meisje is die nog niet weet hoe dat in de voetballerij toegaat. Want toen hij geblesseerd was, was hij eerder in de kleedkamer dan de brancard met Wesley. En dat is vrij ongebruikelijk. En de bondscoach stoorde zich eraan, want die was al bang dat ze dadelijk naast hem kwam zitten in de dugout.